Het is druk, ja, gelukkig wel. Ja, hoe meer mensen, hoe meer vreugd zou ik zeggen en hoe meer geld. Ja. Dat dacht ik. Want dit is, er wordt vandaag gegolfd voor het Foppenfonds. Ja. Kunt u nog eens vertellen waar het Foppenfonds precies voor staat? Ja, dat staat voor kinderen die op een of andere manier niet zoals normale kinderen kunnen sporten. Dus het is... Er zijn heel vaak kinderen met een beperking, maar soms ook wel kinderen die door omstandigheden het niet kunnen. En ik heb in mijn leven zoveel plezier aan sport beleefd. Dus eigenlijk toen ik ermee begon dacht ik van ik geef wat terug. Nou ja, dat is, en dat is heel wonderlijk goed geslaagd tot dusver. Ik sta al 12 jaar en dit is een van de hoogtijdagen van het jaar. Ja, ja. En u heeft gekozen voor golf, hè, als activiteit. En ik zie hier ook heel veel oud-voetballers of mensen die annex zijn met voetbal. Golf en voetbal, is dat iets wat bij elkaar hoort? Ja, nou ja, maar er zijn ook ongelooflijk veel mensen die voetballen. Hè. Er zullen binnen dat voetbal ook veel zijn die golven. Maar die komen uit mijn, dus die vraag ik om mee te doen. Mm. Nou ja, en gelukkig reageren de meesten daar heel prima op. Nou ja, het is een kijk, het gaat echt om geld op te brengen. Het is een mooie dag, maar ze moeten er ook voor betalen. En ze doen spelletjes onderweg waarbij ze ook weer kunnen betalen. En met elkaar levert het, zou ik bijna op onze premier zeggen, een substantieel bedrag op. Ja, dat wil ik even vragen. Waar mikt u op? Nou, rondom de 30.000 euro. Nou, dan tot slot, wat zijn de toppers hier? Wat zijn de golftoppers? De golftoppers? Nou, Van Hanegem. Van Hanegem wint bijna elk jaar. Dus bij altijd bij de eerste twee. En die heeft ook de tijd. Die golft 3 keer in de week of 4 keer in de week. Afhankelijk van wat. Wordt bijna overal uitgenodigd. En die kan goed golven. Hoeven niet meer. Toppertje. De eerste birdie is binnen, meneer Hiddink. Kijk, hier. Lekker, hij zit er goed op. Maar ik hoorde net van Foppe de Haan dat Van Hanegem dit toernooi waarschijnlijk gaat winnen. Ja, dat is al, dat staat al vast. Dat staat vast? Dat staat vast. En hoeveel wordt u? Dat is al op de kaart genoteerd. Ja, ja. Klaar. Ja. Maar heeft u al vaker meegedaan, dit toernooi? Nee, het is de eerste keer. Ik heb wel vaker hier gespeeld, maar dat is de eerste keer nu. Mooie baan, hè? Ja, heerlijk. Maar ik ken de baan. Kijk. Dat is een voordeel. Van Hanegem die gaat niet zo makkelijk winnen hoor, pas op. Ik hou je daar. Ja, Willem.